Nou, dit is de Norfolk triptiek. En ik ben bezig met de reconstructie te maken van een detail daarvan. Nou, het is een heel bijzonder werk. Het is een heel klein altaarstuk, eigenlijk een miniatuur. Het wordt begin 15e eeuw gedateerd en is op eikenhout geschilderd. Nou, je kan natuurlijk niet zomaar op eikenhout gaan schilderen, dus dat moet voorbereid worden. Het eikenhout wordt glad gemaakt, geëgaliseerd en ook geïsoleerd. In deze periode en in op deze plek ook, Noord-Europa, wordt dat gedaan met dierlijke lijm en krijt. Nou, dat wordt in een heel aantal lagen gedaan. En vervolgens worden deze zo glad mogelijk gemaakt, geschraapt en eventueel nog geschuurd. Want op dit werk zit ook best veel bladgoud. En wanneer dat gelegd wordt en gepolijst, dan zie je alle onregelmatigheden. Na het aanbrengen van zo'n grondering wordt er eigenlijk een planning, een compositie aangebracht op een schilderij uit die tijd en ook op dit schilderij. Het wordt ondertekening genoemd en dat is ook wel nodig om efficiënt te kunnen schilderen, maar ook bijvoorbeeld om het goud te kunnen leggen. Want dat goud zit niet overal en voordat je het goud kan leggen is best veel voorbereiding nodig. En de ondertekening helpt bij waar ga je wat doen. Als de ondertekening dan erop staat, dus eigenlijk het plaatje, waar zit welke figuur en waar komt alles te staan, dan kan het goud gelegd worden, bladgoud. Voordat dit gedaan wordt, zijn de contourlijnen van de figuren ingekrast, omdat als het goud over de tekening heen komt, dan zie je hem niet meer. En dergelijke krassen, die dus wat dieper liggen, die zie je wel nog na het polijsten. Dit is ook iets wat je vaak terugziet in Italiaanse schilderijen. Om bladgoud te kunnen leggen, beter gezegd om een watervergulding te kunnen leggen, moet er eerst bolus worden aangebracht. Dat is een laag van klei die je heel goed kan polijsten. Eigenlijk een aantal lagen, dus die wordt zo egaal mogelijk aangebracht. Is in dit geval rood van kleur, rode bolus. En wanneer die lagen er goed op zitten, dan kan het goud gelegd worden. Je brengt eerst wat vergulderswater aan en vervolgens leg je een klein blaadje bladgoud op de nat gemaakte bolus. Dat moet dan even rusten en vervolgens kan het gepolijst worden. En dan krijg je dus die ontzettende gladde, spiegelende goudlaag. In deze triptiek is het goud nog veel verder bewerkt. Het is geponst. Dat betekent dat er eigenlijk kleine putjes in zijn geslagen. Dus met een scherp voorwerp en een hamertje worden de putjes ingeslagen die het goud op een andere manier laten reflecteren. En dat is met name in de halo's gedaan van de heiligen, of in de nimbi. Voordat er begonnen kan worden met schilderen, wordt er nog een isolatielaag aangebracht. Dus dat is een laag om te zorgen dat het bindmiddel niet te veel in de grondering trekt. Pas nadat het goud is aangebracht, dus dan zijn er al heel wat stappen genomen, wordt er begonnen met schilderen. En dat wordt eigenlijk heel structureel aangepakt. Dus er wordt een blauwe partij geschilderd, een rode. De gezichtjes worden afzonderlijk geschilderd. Het palet, zeg maar, wat er in die tijd was, de pigmenten, dat is dan nog vrij beperkt. Dus dat is loodwit voor de witte, vermiljoen voor de rode. En zo nog een heel aantal. De basis voor deze verf zijn vaak stenen of planten of dieren. Alles moet natuurlijk nog zelf gewonnen en gemaakt worden. Nou, er wordt dus per kleurgebied gewerkt en vervolgens kan er verder opgewerkt, heet dat, gemodelleerd worden. Dus kun je de plooien wat duidelijker aangeven, in dit geval in de gewaden, maar ook in de gezichten. Daar kan dan meer detail in geschilderd worden. En de allerlaatste fijne details, dus zoals in het detail wat ik nu aan het reconstrueren ben, de parels of de sieraden, maar ook bijvoorbeeld de letters in het boek, die worden helemaal aan het einde gedaan, als de onderlagen droog zijn. En natuurlijk ook omdat ze overal bovenop liggen, ze
brengen ook andere dingen wat meer naar de achtergrond, als het ware.